Ja, volledige samenwerking. Alle de productie, de warehouse, expeditie, het is echt één organisatie. Je merkt gewoon alle materialen of producten, orders, die gaan met één flow door alle punten heen. En dat is natuurlijk ook de snelheid, denk ik, van Montepacking. De producten komen los binnen, die worden verpakt, die komen naar beneden, gaan de expeditie in, worden gepikt en gaan eigenlijk soms binnen 1-2 dagen op transport al naar de klant weer toe. En ik denk dat dat ook een beetje de kracht is van Montepacking. Een geweldige sfeer hier, de samenwerking. Het is altijd, mocht het druk zijn, roept er iemand bij en je wordt altijd een handje geholpen. En, ja, wederzijds is dat eigenlijk. En dat is prettig samenwerken ook. Ja, hier werk je inderdaad met heel veel verschillende soorten mensen. En iedereen heeft zijn eigen kwaliteit. En houdt ook wel uniek, want je hebt niet altijd met dezelfde mensen te maken. Je hebt mensen met een handicap lopen. Nou, daar ga je anders mee om dan bij wijze van spreken iemand hier van de expeditie. En daar houdt het gewoon leuk en gezellig, want je hebt van iedereen heb je iets binnen. Nou, dat is ook wel leuk voor je teamverband, dat je allemaal hetzelfde bent. Ja, dan is het verhaaltje gauw over natuurlijk. Dus, op de locatie Waspik hadden we ook een afdeling met verstandelijke gehandicapten. En door minder inpakwerk in Waspik, wat overal en ergens naartoe is gegaan, moesten we helaas weg. En toen heb ik eigenlijk vanuit mijzelf een klein discootje neergezet. En een keer 's middags met al die gasten boven in de kantine lekker simpel chippy erbij en een blikje cola. En lekker Frans Bauer opgezet en een feestje gemaakt. En dat was ongelooflijk leuk. En daar krijg je heel veel waardering voor. Want dat soort mensen die vergeten mij niet, maar Montepacking ook niet. En dat is leuk, want daar hoor je ze nog steeds over als je ze spreekt.